Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. En ik ben hier op basisschool De Wijsterbeek in Horst. Straks gaan we met deze school de klassenchallenge doen. Maar zoals jullie van ons gewend zijn, beginnen wij met het kerngezonde nieuws van deze week. De kinderen van basisschool De Leerlingst uit Halen hebben het gezondste en lekkerste gerecht gemaakt tijdens de foodtruckactie in traject Lekker Ludal. Binnenkort koken zij als hoofdprijs voor eenzame ouderen in hun eigen dorp. Maar nu zijn ze al volop aan het oefenen bij Ria Joosten Catering om er een spetterende avond van te maken. Op basisschool De Meander in Reuver gingen de kinderen van groep 3 en 5 aan de slag met inspiratie op het gebied van gezonde leefstijl. Zo maakten ze een eigen gerechtje, speelden ze een actieve voeding memory, was er een heuse supermarkt safari, energiek met Ingrid en was er een heuse suikerquiz. Maar vooral was er die big smile bij iedereen. Gezond kan ook leuk en lekker zijn. Vandaag ga ik kennis maken met Bart. Hij gaat me een nieuw spel leren, Supergolf. Kan jullie mee? Hoi, ik ben Barry van Kerngezond. Hoi Barry, ik ben Bart van Supergolf. Welkom Barry, we gaan vandaag een rondje Supergolf spelen. Supergolf is het golfspel dat iedereen kan spelen. Weet je waarom? We hebben grotere clubs. Juventus, Barcelona, Real Madrid. Nee, dit zijn de clubs. Grotere golfclubs en we hebben grotere ballen. Dat is het balletje niemand te missen. Wil je het een keer proberen? Ja, sowieso. Nou, top. Gaan we dat doen. Barry, ik denk dat je een beetje hulp nodig hebt. Laten we beginnen met de grip. Pakken de stok vast met je linkerhand. Yes, rechterhand erbij. En dan de handen tegen elkaar. Heel goed. Voeten wijzen richting de bal. En daar gaat hij. Nou met die bal maar eens te kijken. Kijk. Ik ben wel klaar voor een potje. Nou, dat durf ik wel aan. We gaan een potje golven. We gaan 9 holtjes spelen. De bedoeling is dat de bal in zo min mogelijk slagen in de hol gaat. Degene van ons die het minste aantal slagen heeft op de hol, wint een punt. Deal? Ja. Oké, let's go. Barry, dit is slag 4. Ja. Succes. Oh jee. Die tuinman heeft niet goed gemaaid. Barry, kijk eens goed. Het is kunstgras. Oh. En daarom kunnen we het altijd spelen. In de herfst, zoals nu. Maar ook in de winter, als er sneeuw ligt. Schuif het sneeuw eraf. En dan kunnen we lekker spelen. Oh nee! Yes, 1-0. Jij dacht even van mij te winnen. Kom aan. Op naar de volgende. Eén al voor mij. Verliezer mag beginnen. Succes. Spelen. Ja. Hoppa! 1-1. Kom, we gaan naar de volgende. Yes. Let's go. Hol 9. 4-4. De verliezer die moet 10 keer opdrukken. Is goed, deal. Let's go. Ja.
zeker goed. Dit is hem, hè? De honingman. Bart, super bedankt. Super vet was het. En jullie, later. De scholenchallenge was deze keer op basisschool De Wijsterbeek in Horst. In een stralend zonnetje maken we kennis met de drie geselecteerde toppers die namens De Wijsterbeek de strijd aangaan met de andere scholen en de tijd. Ik stel jullie voor aan Stan de Ober, Julius de Kooiboy en Saar de Krachtpatser. We gaan beginnen, dus aftellen. Stan gaat er als een malle vandoor. Geweldig hoe hij het dienblad met balletje onder controle heeft. Geen hindernis of pion die hem kan afremmen. Geweldig om te zien. En ook de laatste hindernis is een makkie. Julius de Kooiboy nu aantikken. Goed gedaan, Stan. Julius draait om de pion en na 5 keer mag hij gas geven met zijn geweldige springpaard. Mooie sprong en razendsnel tussen de pionnen gaat hij. Maar oeh, hij valt van het paard, help! Maar supersnel hebben paard en ruiter elkaar weer gevonden. Over de hindernis en door! Nu Saar aantikken. En zoals een echte krachtpatser drukt Saar zich 5 keer op. Wat een girl power! Nu met die heerlijke mini-komkommers over het parcours. En dat gaat snel! Schitterende sprong! En al op weg naar de pionnen. Makkie! En wat een tempo! Wat wordt dit voor tijd? Ze grijpt de bel in 1 minuut, 5 seconden en 21 honderdste. Geweldig! En dan is het eerst tijd voor dat gezonde tussendoortje. Aanvallen met z'n allen! Maar wel eventjes in de rij. Kijken wij nog even naar de herhaling. Hoe Julius van het paard viel, maar toch snel weer verder kon. En wat denk je van de kracht van Saar? En dan de stand zo, wat een snelle race. Met 1 minuut 5 en 21 honderdste grijpt basisschool De Wijsterbeek de voorlopige koppositie in ons scholenklassement. Proficiat! De volgende keer is het de beurt aan basisschool De Klimop uit Nederweert. Gaan zij het record weer verbreken? Deze drie toppers zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Uiteraard verwennen wij de winnende school aan het einde van het schooljaar met een kerngezond dagje uit. En wie zit er volgende week op onze smoothiefiets? En welk fruit wordt hier omgetoverd tot een mega lekkere smoothie? Ja, daarmee zijn we bijna aan het einde van deze Kerngezond TV. Jullie zien het, de challenge is alweer bijna helemaal opgeruimd. Wat waren ze snel hier op basisschool De Wijsterbeek. Ik bedank jullie voor het kijken. Volgende week een nieuwe Kerngezond TV. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hoi! Oh.